De regering en de vakbond van de energiebedrijven Suriname, EBS, hebben sinds vrijdag een persstilte ingelast. Het is de bedoeling dat zij deze week in alle rust verder onderhandelen over het wensenpakket van de bond dat op instructie van de regering niet door het bedrijf is gehonoreerd. De regering is namelijk van mening dat er geen geld is. Als alternatief kwam zij met een duurtoeslag van 100 SRD en een belastingkorting van 125 SRD. Dit is door de leden tijdens de algemene ledenvergadering afgewezen. Het personeel zegt dat zij meer dan 225 SRD nodig heeft om schoolinkopen te doen. Verder eist zij een lumpsum van 1250 SRD en een voorschot van de TWK van de toegezegde salarisverhoging. 80% van de werknemers doen mee aan de staking. Een groot deel van de staf en directie zorgt voor voortgang van de dagelijkse werkzaamheden. De staking bij de EBS gaat intussen de derde week in.